niet zo verdrietig. Als je dit werk doet, of met dit werk lezen, dan sta je al heel alleen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Wij zijn vandaag in het gezellige zomerse Delft. Met een ontzettend volle blaas op weg naar Pavarotti voor de vernieuwde show van Peter van der Hurk. Yes. Samen met Ramon Beessen. Ja, en, de try-out belooft, vandaag. Belooft een ontzettend leuke show te worden, try-out inderdaad. En ja, we hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. En we nemen jou mee. Een hele mooie locatie te zijn, Pavarotti, het oude station van... Delft. Kijk dan, mooi. Oude station van Delft. En we gaan lekker naar binnen. Dit is een try-out van een nieuwe show namens de familie Bogaerts. Ook hartelijk welkom. Jullie worden verwend door de keuken. Jullie krijgen allemaal lekkere hapjes. Ramon gaat mij afwisselen dat als ik achter mijn adem zit of weet ik er wat. Dan gaat hij een beetje zingen en we hebben nog een verrassing. Ramon gaat nu eventjes zingen, dat ik me nog eventjes heel even terug kan trekken. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne middag. Dankjewel. We'll have to show you the way. And to joy beyond compare. And tell me what no. And say it's me and you adore. Vergeet nooit dat ik jou de liefste papa vind. En ik moet even slikken. Maar dat duurt niet zo lang. En ik denk dan aan zo'n ochtend, aan kleine lieve kusjes om een wang. We gaan beginnen. Maar op het laatst was er niets meer van over. Dus als ik de laatste 3-4 dagen van zijn leven bekijk, was het helemaal niets meer. Dus die heeft echt gevochten voor zijn leven. Waar hield deze man nou van? Van wat voor muziek hield deze man? Andreasus. In zijn ene hand de vlieger, in de andere brief. Een Dio die de hemel is. Hij kan ook absoluut niet met autoriteit omgaan. En dat bedoel ik niet lelijk, maar hij mist een vader als vader. En daarmee maak jij de fout dat je niet kan aarden, hè? En dat is goed. Maar die geef ik aan jou, want dan kan je maar een haar geven. Dan doe je veel te weinig. Oh. Heeft dat met een erfenis te maken? Klopt dat? Klaar. En jij bent een zeiker met spullen uitleent. Ja. Dus gereedschappen, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk dus. Nee, natuurlijk. Er zitten zelfs nog dingen nieuw in de doos die nog nooit gebruikt zijn. Dat die lage buikproblemen. Ja, waar is je duik op de bank? Ja. Dat is wel iemand die heel erg over je laat. Maar jij wordt gesloten. Niet meer denken over wat je voelt, maar doen. Dus meer dan spiritueel over denken. Snap je? Wie een roos? Heeft ze roos? Oh, heeft ze roos? Niet zo verdrietig. Als je dit werk doet, of met dit werk lezen, dan sta je al heel alleen. Dan heb jij ook. Dus je kan je in de kamer vol met mensen ook heel erg eenzaam. Dus jij ligt ook vaak in bed, liggen te huilen. De stil verdriet. Dus je moet leren te praten over wat je voelt. Je moet niet aardig gevonden willen worden, je bent aardig.
En als een ander dat niet ziet, heeft die ander problemen, niet jij. En jij wil iedereen helpen en ze teren allemaal op je zak. Dat moet je ook niet meer doen. Ik heb een heleboel dingen hier verleden. Het klopt ook, omdat weet je nu, omdat je gelijk volwassen bent geworden. Dus kinderen voelen zich heel erg veilig bij jou. In het leven sta je nooit alleen. Dat heet in het Engels, you never walk alone. Vond je het een leuke show vandaag? Ja. Heb je vragen kunnen stellen? Ja, ik heb een foto laten zien van een overledene. Oké. En heb je antwoord gekregen op de vragen die je wilde? Ja, maar er werden wel dingen gezegd die klopt inderdaad. Ja, het was een leuke setting. Ja. Met eten en niet zo in een zaal. Dus wat losser en dan word je minder moe, zeg maar. Ja. Was je eerste keer? Ja. Zoiets meegemaakt? Ja. Zou je vaker komen? Jawel, maar het kost wel veel energie, moet ik zeggen. Ook omdat je dingen van andere mensen hebt. Ja, het is allemaal heel emotioneel natuurlijk. Ja, en het raakt je ook wel natuurlijk, maar verder wel leuk. Oké, hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb heel erg naar mijn zin gehad. Komt u nog een keer terug? Zeker weten. Zo, de show is ten einde. Wat een belevenis, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is. Helemaal gestuk, ons Peter. Helemaal leeg. Hij weet ook op een gegeven moment niet meer zo. Dat had hij gedaan. Nee. Dus, ja. Het gaat allemaal een beetje als een roes, hè? Ja. Ik ben wel moe ook. Ik ben kapot. En wij hebben niks gedaan. Nou, niks gedaan. Ja, we hebben wel wat gedaan natuurlijk, maar... Gefilmd en foto's gemaakt, alles gevolgd, goede banen geleid. En wat mogen proeven, dat was ook heel zwaar. Wel onwijs lekkere tiramisu. Als je hier gaat eten bij Pavarotti, dan vergeet... Kaasjes ook lekker. Vergeet in ieder geval de tiramisu niet. Kaas was ook lekker. Ja. We hebben onwijs genoten. Het was heerlijk. Zeker. We gaan die kleine ophalen. Ja. Dus we sluiten hem hier af. Dankjewel. Vond je dit op vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, hè? Belletje. Ja, maar niet te vlog. We zijn echt moe. Oh, en mijn lip speelt open. Krijg je ook net zo'n rode lip als ik nu. Ja, zonder lipstick. Dus beltje uitzetten, abonneren en tot de volgende vlog. Ciao. Ciao. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.